De familie Alverink uit Heten runt vakantieboerderij Koe in de Kost. Gasten logeren in een ondergrondse bungalow in de wei, genaamd Grundeloos. Wat wij zagen is dat veel mensen, eigenlijk vooral gezinnen uit de stad, een soort natuurtekort hadden. En nog steeds misschien wel hebben. En wij vonden het eigenlijk heel erg belangrijk dat op deze groene plek wij mensen de kans bieden om juist weer in een groene omgeving te verblijven. Ze namen wel een gok, want het duurde ruim 6 jaar voordat de huisjes er stonden. We hebben heel bewust de keuze gemaakt om niet verder te investeren dan in de boerderij, om daar op te schalen, maar juist in de verbreding. En dan is 6,5 jaar vooraf investeren zonder dat je daadwerkelijk weet of je het ook kan realiseren. Die advieskosten die komen er allemaal wel bij op en ontwikkelingskosten. En dan heb je het niet over een paar euro. Gasten mogen ook meelopen op de boerderij. Wij hebben geen intekenprogramma's. Bij ons hoef je niet te betalen voor een konijntje of wat dan ook. Je draait echt mee op het ritme van de boerderij, van de koeien en van de natuur.